Het project Startbaan houdt in een kort maar intensief project van 4 weken voor jongeren tussen 18 en 30 jaar zonder startkwalificatie, waarbij ze allerlei modules voor hun kiezen krijgen. Nou, ik weet natuurlijk niet bij iedereen wat er gebeurd is voordat ze aan dit project gingen deelnemen. Wat ik wel weet is dat door zo'n project als deze, dat ze in hele korte tijd met enorm veel bedrijven in aanraking komen. En vaak is het onbekend, onbemind. Maar hier zijn ze gewoon 4 weken enorm gemotiveerd om te laten zien wat ze in huis hebben. En dat werkt gewoon in de praktijk. Direct na het project had meer dan de helft een baan. Ik was aan het solliciteren zeg maar, via internet en toen kwam ik op Rotterdam de Heek Airport. En zodoende zag ik een advertentie van hun zeg maar, staan van schrijf je in voor het project Startbaan. En zodoende heb ik mij ingeschreven. Dus, nou zie je toch wel als je dan voor zoiets inschrijft en men ziet jou dat je dan toch wel eruit gepikt wordt. Ja, je ontwikkelt jezelf wel en je laat toch zien wie je bent. En door dat kom je wel aan een baan. Waarom willen ze zijn weg? Dus ja, ik zou zeggen doen gewoon. Ik ben er nou ook en ik heb uiteindelijk toch wel een baan gekregen. Dus er is duidelijk wel effect erop. Nou, wij staan nu bij de ruimbagageafdeling. Dus de koffers die in de ruimbagage gaan in de vliegtuig, die worden hier afgehandeld. Hier worden die gecontroleerd door onze mede-collega's van security. En kijken of die veilig, verdacht of onveilig is. Assar is goed bezig. En hij doet zijn werk gewoon naar verwachting en behoren. En er zit nog ruimte voor verbetering in, hè? Ondanks dat hij het al heel goed doet. Dus wie weet waar het schip strandt. Hè? Je doet eraan mee en het is nieuw en je weet nog niet hoe dat allemaal gaat uitpakken. En als je dan een jongen als Assar het vertrouwen geeft en hem de kans geeft en zo'n jongen maakt het helemaal waar, ja, dan is dat natuurlijk het succes van het project. Een zeer gemotiveerde jongen en altijd een glimlach, niks is te veel gevraagd en doet alles eigenlijk, alles kruipt hij aan en wil zich ontwikkelen en dat doet hij ook. Dus. Hey, waarom dit traject op een luchthaven? Ja, een luchthaven, dat is, je ziet het zelf, we lopen nu de vliegtuigtrap af. We zijn net aangekomen. Luchthaven is gewoon een hele inspirerende werkomgeving. Het trekt heel veel jongeren aan, en niet alleen jongeren, omdat ze het gewoon leuk vinden om hier te werken. Er gebeurt wat, er is dynamiek, er is operatie en dat is enorm inspirerend.